Houdt zich als journalist, columnist, programmamaker en social advocate bezig met politieke en maatschappelijke kwesties omtrent het bevragen van machtsstructuren en intersectioneel feminisme en ongelijkheid in het algemeen. In 2019 is zij aangewezen als de Nederlandse VN-vrouwenvertegenwoordiger. De documentaire Daddy and the Warlord, die ze samen met regisseuse Shamira Raffaella maakte, won onlangs een gouden kalf. Haar boek Drakendochter, naar aanleiding van de documentaire, verschijnt oktober 2019. Opiniemaker en hoofdredacteur van One World. Ze is de enige zwarte vrouwelijke hoofdredacteur van een opinierende mediatitel en speelt een actieve rol in het Nederlandse debat over Afrika en racisme. Met One World wil ze niet alleen ongehoorde stemmen uit gemarginaliseerde groepen een podium geven, maar ook een nieuwe generatie mediamakers klaarstomen die gaan bijdragen aan verandering in het medialandschap. Is journaliste, fashion- en cultuuractiviste en oprichter van het inspiratieplatform Diversity Rules. Ze maakt zich al jaren sterk voor diversiteit in mode, media en de creatieve en culturele sector en spreekt zich uit over tal van maatschappelijke thema's. Variërend van MeToo, politieke correctheid en inclusief taalgebruik tot beeldvorming rond black hair en beauty en mannen in rock. Ze is van mening dat ieders verhaal gehoord, ieders talent benut, ieders geschiedenis gerespecteerd en ieders schoonheid gevierd mag worden. Ze verdienen het natuurlijk, alle drie. Maar ja, er is er maar één. Spannend is dit, hè? De winnaar in de categorie Mens en Maatschappij is... Tadaa! Clarice! Ja! En dan krijg jij dit loodzware, ja, mooie beeld. Kan je het houden? Kan je het vasthouden? Zal ik het even hier laten staan? En dan krijg je ook deze envelop. Ik weet niet of het de bedoeling is dat ik dat juryrapport voorlees. Dat denk ik niet, want het is een hele mooie lange lijst. Dus ik zou jullie daar niet mee... Maar het is allemaal hele mooie woorden. Dat is echt fantastisch, want u was een voorbeeld voor mij terwijl ik opgroeide. En een van de redenen dat ik überhaupt in de media werk, dus dat is echt fenomenaal. Ik heb iets voorbereid, niet omdat ik verwachtte dat ik zou winnen, maar om het volgende. Ik werd afgelopen week door Clyde Menzo ge-whatsapped of ik vanavond aanwezig zou zijn. En... Goed ingeburgerd als ik ben, zei ik, ja Clyde, dat had ik gemaild. En toen zei hij, jawel, maar ik wilde even dubbel checken. Toen stuurde ik van die oog-emojis, met zo'n denk-emoji. En toen dacht ik, oké, waarschijnlijk moet ik iets gaan voorbereiden, just in case. I am so lucky. And I am. Dit is een tumultueus jaar voor me geweest, zoals jullie ook een beetje hebben gezien, met veel ups en downs. Deze week heb ik, ik krijg veel haat online en deze week heb ik weer haatmails binnengekregen. En inmiddels is het ook zover dat mijn familie er last van heeft. En simpelweg omdat ik denk, of omdat ik weet, dat mijn perspectief recht van bestaan heeft. En... Wow.
Maar dat maakt mijn werk soms moeilijk, van ons allemaal, denk ik. En soms vraag ik me af, denk ik, of we niet te veel de buitenwereld of de witte dominante blik te veel centraliseren. En daarom ben ik blij en vind ik het zo goed dat we deze prijs hebben. Of nou, ik heb hem. en deze avond en deze maand waarin we onszelf centraal stellen. En met onszelf bedoel ik de zwarte gemeenschap in de breedste zin van het woord. Alle zwarte mannen en vrouwen, jong en oud, queer, trans, religieus, moslim, joods, christelijk, noem maar op. Mensen die in de marges leven, mensen met een beperking, mensen die minder zichtbaar zijn, want dat zijn de mensen die mij inspireren om te doen wat ik doe. En die mogen en kunnen we niet vergeten. En daarnaast heb ik heel veel fenomenale vrouwen om me heen. Familie, vrienden, kennissen, collega's, geliefden. Nelly, Natu, Sandra, Tanja, Gita, Naomi, Saara en Janice, mijn medegenomineerden. En iedereen voor wie overleven in principe in deze wereld eigenlijk een daad van verzet is. Daar ben ik door geïnspireerd. En ik hoop dat we onszelf blijven vieren. En onszelf blijven centraliseren. Opdat de volgende generatie ja, bijna niet meer denkt dat het nodig is. Of dat bijna het niet meer zonder kan zien. En voor wie het vanzelfsprekend is dat we zijn wie we zijn. En dat we hier in al onze kleuren en geuren en rijkdom aanwezig zijn. Lady Gaga, geef me nog een hartelijk applaus, mensen, maatschappij. Dit is van vanavond. En het beeld wat ze meekrijgt is van de internationaal vermaarde kunstenaar uit Curaçao, Melvin Anderson. Dat jullie dat weten. We gaan naar muziek. Sommige mensen, die hebben het gewoon.